Het is zaterdag 24 december 2022, de dag voor kerst. Even een kleine terugblik op afgelopen week. Op 21 december, een paar drie dagen geleden, heeft de commissie Hendricks het rapport over kindermisbruik gepubliceerd. En er was een verzoek van de slachtoffers en belangenbehartigers naar de commissie Hendricks gestuurd of het alsjeblieft niet voor de kerstdagen kon worden uitgebracht. Maar daar heeft Jan Hendricks niet naar geluisterd en hij publiceerde het op 21 december, de donkerste dag van het jaar. Apart had dat een bedoeling. Diezelfde dag is het rapport de grond ingeboord door voormalig nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen, Corine Detmeijer, die namens de stichting Misbruikt een lijvige tegenreactie heeft geschreven die er niet om liegt. Maar ik heb Corine nog niet in de studio gezien dat ze geïnterviewd wordt door de NOS, RTL en andere publiciteitsprogramma's. Maar ik hoop dat ze nog wel haar reactie, die verdient ook de aandacht. Waar kom ik vandaag mee? Ik heb ontdekt, ja, en dat vind ik best opmerkelijk. En dit, dat is een A4'tje met het Liber Amicorum voor Jan Hendricks. Joost, Joost en Jan. En dat is een vriendenboekje. De vrienden en collega's en oud-collega's van Jan Hendricks, de commissievoorzitter, die het ritueel misbruik of sadistisch misbruik heeft onderzocht. Zijn vrienden hebben hem een boek aangeboden. En ik heb dat vandaag gekocht. En ik kan u vertellen, er staan hele aparte dingen in. En die laat ik, ik wil het, hoe heet het nou? Ik wil het copyright niet schenden, maar ik ga wel enkele opmerkelijke feiten naar buiten brengen. En dat moet ook naar buiten gebracht worden, want de slachtoffers hebben daar recht op. De slachtoffers wilden niet dat het voor kerst... Kerst is een hele moeilijke en zware tijd voor de slachtoffers. Want ze worden nooit geloofd eigenlijk. Ze werden toen als kind niet geloofd. En als volwassenen worden ze ook niet geloofd. Nog steeds niet. En waar ik wel blij mee ben, ik was vroeger eigenlijk... Ik ben heel kritisch geweest op mevrouw Detmeijer toen zij rapporteur was. Maar nu zij zich inzet als voorzitter van de Stichting Misbruikt, de Raad van Toezicht, in het bestuur, zeg maar. Moet ik zeggen, mevrouw Detmeijer, complimenten. En ja, u weet, u bent zelf topambtenaar geweest. En u heeft geschreven dat het zelfs, ja, dat het verschrikkelijke verhalen zijn. En u heeft de zaak Lisa weer onder de aandacht gebracht. Ik heb enkele dingen op een papiertje gezet. In 2019 kwamen Beatrix en Stephanie via Argos in de publiciteit. Zij zijn slachtoffer van misbruik. En hun doel is om de oude beelden waarop zij te zien zijn, foto's en filmpjes, om die op te sporen en voor eeuwig te laten verwijderen van het internet. En zij zijn nog steeds actief bezig, ook met het rapport van Hendricks. En ja, toen Hendricks werd aangesteld, toen schrokken de slachtoffers van kindermisbruik. Want ja, Hendricks die wilde in 2015 gemanipuleerde kinderporno beschikbaar stellen aan pedofielen. Nou, dus er zijn heel veel slachtoffers die helemaal niet met de commissie Hendricks te maken wilden hebben. Omdat ze dachten van deze man is totaal niet te vertrouwen. Bestaande kinderporno, en er is er heel veel van. Dat is zo te manipuleren dat de kinderen die ervoor gebruikt zijn, totaal onherkenbaar zijn. Maar deze viespeuk, Stephanie en Beatrix, die zeiden van, ja, maar wij willen helemaal niet dat onze oude beelden nog gebruikt worden. Dat moet gewoon verwijderd worden. Dat is ziekelijk, dat is duivels. En daar moet, ja, daar zou eigenlijk een cyberdriehoek aan het werk moeten worden gezet. Want met één druk op de knop kan het hele dark web worden uitgeschakeld. Maar ja, Stef Blok heeft al een keer gezegd, er gaat 136 miljard euro om in de mensenhandelindustrie. En dat betreft ook martel- en kinderporno. En het bestaat. En de overheid weet het. En ze kunnen het met één druk op de knop uitschakelen.
maar ze verdienen eraan. Ik kwam erachter dat mijn naam wordt genoemd in het deelrapport nummer 14 van de commissie Hendricks. En dat gaat over een rechtszaak die tegen mij werd aangespannen. Ik werd opgeroepen door meneer Kingma van de Soemelende Landsadvocaat Pels Rijken. Maar op pagina 7 van deelrapport 14 komt mijn naam voor. En daaronder staat iemand die ook in een rechtszaak verwikkeld is. En dat is, ik mag zijn naam noemen, dat is Robert van der Luitgaarde. Robert voelt zich heel erg geschoffeerd door de commissie Hendricks. Want volgens de commissie Hendricks zou Robert naar zijn zeggen een slachtoffer zijn van seksueel misbruik. Maar Robert is erkend door de commissie Hendricks. Robert is erkend door de commissie Samson als slachtoffer van misbruik. En Hendricks was ook lid van de commissie Samson. En Robert heeft een rechtszaak aangespannen tegen de staat der Nederlanden. Want die wil dat er een historisch onderzoek wordt verricht naar de doofpotpraktijken van de staat der Nederlanden. Van zeg maar de laatste 50 jaar. Corine Detmeijer noemt in haar reactie richting de commissie Hendricks, of richting de minister en de Tweede Kamer, roept zij ook op. Zij noemt de namen van Theo Ruip en Thomas van der Ven. En dat waren twee vicepresidenten van rechtbanken. En dat waren serieverkrachters van jongens. Ze bestaan, hè? En ze werden nooit in de gevangenis gezet, Theo Ruip. Dat was een hele lieve, aardige kinderrechter, volgens de notabelen in Den Haag in de jaren 70 en 80. Dat is in de doofpot gegaan. Yvonne Kuls heeft rechter Ruip, vicepresident kinderrechter Theo Ruip ontmaskerd. En hij was de vader van Marnix Ruip. Marnix Ruip was de geestelijk vader van Haagse Harry. Het is echt allemaal gebeurd. Er is ook een documentaire over gemaakt van TV West. Ga het maar opzoeken. Ik vind het apart dat de commissie Hendricks mijn naam heeft gepubliceerd. Ze hadden me ook op kunnen roepen als ervaringsdeskundige. Ik heb gewerkt in Scheveningen in het Huis van Bewaring op de Van Alkemaatlaan 1256. En op mijn afdeling zaten alle kinderverkrachters en babyverkrachters en kindermoordenaars. Ik ken ze ook allemaal. En ik heb gezien Koos Hertogs ook. Ik heb gezien dat Volkert van der Graaf de raadsman was van Koos Hertogs. Zeg maar de Nederlandse Dutroux, die in oktober 1980 werd gearresteerd. Wie overleed er in die maand eigenlijk? Weet jullie dat toch? Ik weet het wel. Ik zal het vandaag maar niet zeggen. Maar misschien maak ik wel meerdere series. Maar dit is het opmerkelijke nieuws. Er is een poesiealbum voor meneer Hendricks. En dat is gemaakt toen ze het onderzoek nog deden. En de leden van de onderzoekscommissie, die staan er ook in. Die hebben ook een stukje geschreven. Waaronder secretaresse Danielle. En kijk het hele filmpje en ontdek hoeveel huizen Jan Hendricks heeft. Misschien moet er een onderzoek worden opgestart naar de handel en werkwijze van de commissie Hendricks. Ik kan je één ding zeggen. Mevrouw Detmeijer en Miranda Frederiks, die hebben het rapport van Hendricks totaal onderuit gehaald. En dat is al eerder gedaan door Robert van der Luitgaarde. Dat hele rapport van Hendricks kan naar de schroothoop, want het deugt niet. Ja, ze zijn creatief bezig geweest. Dat staat ook nog in het Poesie-album. Heel apart. Kijken. Ik wens iedereen en met name alle slachtoffers van kindermisbruik en alle martelpraktijken, ik veel sterkte toe en gezegende kerstdagen voor jullie en voor je familie en voor de mensen om je heen die nog om je geven. Dat wens ik iedereen toe. En dat in het nieuwe jaar de waarheid echt naar buiten mag komen. En ik wil daar mijn steentje aan bijdragen. Ik ben kennisdrager. Ik ben niet alleen de klokluider van het Scheveningsgevangenisziekenhuis. Ik ben actief op heel veel andere velden. En ja, dat vindt de staat niet leuk. Maar ik vind dat de waarheid naar buiten, de slachtoffers die zo verschrikkelijk behandeld zijn, Die moeten hun verhaal moet geloofd worden. Het is echt allemaal waar. Ik heb gewerkt met de beesten. Ik heb gewerkt met de daders. En die kinderen in stukken hebben gezaagd en hebben verkracht. En de baby. Ik heb ze. De commissie Hendricks, ik wil nog even zeggen.
Ik heb een dader gehad die betrokken was bij ritueel misbruik. Volgens jullie bestaat het niet. En jullie zijn het ook niet tegengekomen bij de rechtspraak. Nee, dat is niet zo moeilijk, want de rechtspraak.nl die publiceert minder dan 5% van de uitspraken. Vind je het gek dat jullie het niet vinden? Maar jullie weten dat het bestaat. Maar jullie... jullie werk deugt niet. Van geen kant. Gezegende kerstdagen voor al mijn volgers. En voor alle slachtoffers van misbruik. Veel sterkte. Joost, Joost en Jan. Zo heet het Liber Amicorum. Het Latijn voor vriendenboek. Voor Jan Hendricks. Een verschil met het moderne Liber Amicorum is echter dat de eigenaar van het vriendenboek of poëziealbum, poesiealbum, zeiden de kinderen vroeger, zelf de mensen vraagt iets in het album te schrijven. Een andere term die voor Liber Amicorum wordt gebruikt is het van oorsprong Duitse festschrift. Dus Jan vroeg zelf aan de mensen, ook van zijn commissieleden, schrijf iets voor mij. Iets grappigs. Of iets geks. Waar ik het altijd over heb, bijvoorbeeld. Op bladzijde 19 van het vriendenboek van Jan Hendricks schrijft Jessica Ascher. Over jouw specialisme zeden zal het stukje niet gaan. Want anders dan in de context van jouw laatste satanische klusje hebben we het daar niet zo vaak over. Jessica Ascher schrijft ook nog, zo leerde ik je beter kennen. Door de verhalen over jouw vrouw, kinderen, kleinkind, huizen kopen in Drenthe, Frankrijk of voor een kind. Dit schrijft Agnes Scholing, een collega van De Waag, waar Jan Hendricks mee samenwerkte. Ja, die hobby's. Ik heb hem er door de jaren heen smakelijk over horen vertellen en daarbij veel met hem gelachen. Over van alles en nog wat. Muziek, wandenvol cd's, zijn inmiddels 3 huizen. Want wat moet je met al dat salaris? De geschiedenis en musea van Duitsland en het Oostblok. Leven als god in Frankrijk. Lekker eten en drinken, reizen. Marjoleinen, de kinderen en kleinkind. 3 huizen, want wat moet je met al dat salaris? 3 huizen. En dit is geschreven door de voltallige commissie Hendricks, de leden daarvan, voor Jan Hendricks. En ze hebben het rapport geschreven in het CAOP-gebouw. En ik ken dat gebouw, ik ben daar geweest. Daar zit de Integriteitscommissie Justitie en Veiligheid, waarvan ik en 2 andere justitiecollega's zeggen dat die Integriteitscommissie helemaal niet deugt. Mijn ex Marieke van der Plas, betrokken bij het dossier turfmisbruik, was daar 7 jaar manager. En Sander Dekker heeft in samenwerking met secretaris-generaal Dick Schoof daar de integriteitscommissie geplaatst. Dus die zaten ze daar samen met Hendricks. Of de Hendricks die zat daar in het CAOP-gebouw Lange Voorhout 13. Dit schrijven de teamleden van Team Hendricks. We hebben het al. Jan, dank voor de mogelijkheid om mee te mogen werken aan dit uitdagende onderzoek. Nou, we hebben het als prettig ervaren dat er ruimte was voor ontspannenheid, voor eigen initiatief. En voor creatieve oplossingen. Dat is nogal wat. Vertel er eens wat meer over. In een soms heftig oplaaiende storm om ons heen wisten we rustig te blijven en het hoofd en de geest koel te houden. Namens ons allen, Jan, geniet van jouw pensioen en vrije tijd. Maar dit is geschreven. In juni is het voorwoord geschreven. In augustus kwam het boek uit. Toen liep het onderzoek nog. Het onderzoek van Hendricks is... De publicatie is 3 keer uitgesteld. Dus, maar ze hadden wel tijd om een boekje te schrijven voor Jan. Best wel apart, toch? Heb je gewoon een tijd van steken van veer in het reet van Jan. Annemarie Slotboom, Trudy Mooren, Hanneke Schoenberger, Danielle Laco, secretaresse, en Jorik Petersen. Secretaris Danielle Laco, dat is zij, die schrijft. Jan las alles en voorzag het van constructieve feedback. Ook tijdens zijn vakanties. Hij gaf veel vertrouwen aan mij in onze samenwerking. En ging ervan uit dat ik wel aan de bel zou trekken als er zaken dreigden mis te lopen. En dat was voor mij een prima uitgangspunt. Als er zaken dreigden mis te lopen. En Jorik Petersen, nou, die maakt nog een gebbetje, een uitstapje naar het dark web wat echt bestaat.
En meer dan 77% van de internationale kinderporno en martelkinderporno, dat staat op Nederlandse servers. Dat is gewoon echt allemaal waar. En ook al wil de Nederlandse overheid ons doen laten geloven dat ze dat aan hebben gepakt, er worden miljarden mee verdiend. Het is een succesvolle branche. Dit heeft Jorik, kijk eens, grappig. Nou ja, er is ook een lach. Jan Hendricks Bond, Biker Jan, Jean Henry, Muscle John, Ballerina, Ivana, Enrica. Bij deze een selectie van mijn favoriete dark web alter ego's van Jan Hendricks, schrijft Jorik Petersen, lid van de commissie Hendricks. Dit schrijft het team van Hendricks. Voor een van de laatste projecten van zijn academische carrière nam Jan de taak van het voorzitterschap van deze commissie op zich. Strevend naar een rapport in balans. Een wetenschappelijk complexe puzzel over een voor velen verborgen wereld. En over satanische rituelen en symbolen. In onze bijdrage een mix van serieuze zaken, humor en persoonlijke ervaringen. Dat gaat over het vriendenboek. Informeel, zoals Jan in contact met de commissieleden en de ondersteuners is. Danielle Laco schrijft: samen met Jan heb ik heel wat e-mails geschreven aan betrokken organisaties. Daarbij vond Jan het al te belangrijk dat een van de andere leden meelas. Hij was af en toe wat minder empathisch, zoals hij zelf zei. Maar zo zag ik dat niet. En 8 gerenommeerde Haagse psychologen, de namen zie je daar staan, die schrijven ook een conclusie over Jan. Op basis van de interviews met de Central 8 wordt eens meer duidelijk dat Jan Hendricks niet zomaar een bijzondere man is, maar een man uniek in zijn soort. Vooral een uil, maar ook een beetje panda en slang. Een vriendelijke en geweldige collega. Jan is Jan. Vaak over seks sprekend. Briljant in de media. Ondergrondelijk wat betreft het aannemen van stagiaires. En toch ook voorspelbaar. Vaak over seks sprekend. En dit is Jan als deelnemer. Daar staat hij, Jan, in het midden. En Rieke Samson met de grijze haar, die staat daar buiten. Het CAOP-gebouw. En daar is Robert van der Luitgaarde door erkend. En Samson, die was ooit procureur-generaal. Toen die werkte onder een van de topambtenaren van justitie, die in 1997-98 verdacht werd van georganiseerd misbruik van minderjarige kinderen. Kijk, daar wil niemand het over hebben. Maar er hebben rechercheurs over verklaard in de rechtbank. En hier, de commissie De Winter in de Zurichtoren. Ja, daar zit nu het Huis voor Klokkenluiders. Maar daar zit ook ABD Topconsult. Daar zitten heel veel ambtenaren die betrokken zijn bij mijn dossier. Nou wil ik het niet steeds maar allemaal vermengen. Maar het is wel heel apart allemaal. En daar staat hij hoor, Jantje, links. Jan H. De Winter is daar. Het lijkt een beetje op een vrouw. Nou, mag ik niet zeggen. Maar, een internationale bijeenkomst. Zurichtoren, een van de belangrijkste ambtenarentorens van Nederland. Daar zit ook de kiesraad. Ja. En de commissie Hendricks heeft ook gekeken naar de uitspraken, zeg maar, die te vinden waren. Maar ja, Henk Naves, toevallig de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, in Katwijk geboren. Die zegt, we publiceren op dit moment minder dan 5% van alle uitspraken. Dat was mei 2021. Maar zoals gezegd, ik ken honderden kinderverkrachters, kindermoordenaars, babyverkrachters. Want ze zaten bij mij in Scheveningen op de afdeling. Nog even een toelichting. Volkert van der Graaf, die was een soort juridisch adviseur van Koos Hertogs. Koos Hertogs die bedankte zijn advocaat, een van de gebroeders Anker. En Volkert die ging hem een beetje helpen. Ik heb dat zelf ook met mijn eigen ogen gezien. Mijn vraag is, waar is het papieren dossier van Koos Hertogs gebleven? Hij had een typemachine, een ouderwetse typemachine op zijn cel, op de B3. Dat was de afdeling waar alle kinderverkrachters zaten. En kindermoordenaars, ook Michel Stoks, Martin Kauzijn, Ludo de Beukelaar. Maar er was aangevuld met twee andere gedetineerden. Appie A, die voorkomt in de IRT-enquête-rapport, een overvaller. En Volkert, want Volkert die was niet veilig op andere afdelingen. Dus die zat tussen de kinderverkrachters. Dat is even een uitleg.
Nou, op de website van de overheid daar zie je de rapport Hendricks, maar ook de deelrapporten. En ja, waar ik achter ben gekomen is het feit dat... waar is dat nou? Dat op pagina 7, daar sta ik opeens. Een recente uitspraak over netwerken, ging over pedonetwerken. En ja, of ik daar iets van af wist, de landsadvocaat die had mij voor de rechter gedaagd. Maar hier staat gewoon, waar iedereen geanonimiseerd is, niemand ervan niet te achterhalen met wie ze spraken of waar ze het over hebben. En dat is immers privacy, maar hier staat justitieklokkenluider plug. Nou word ik waarschijnlijk herkend of erkend, maar ik vind het apart. Waarom wordt mijn naam hierin vermeld? Ik wil gewoon uitleg hebben van de commissie Hendricks en dat ga ik ook aan hun vragen. De zaak Lisa, waar de nationaal rapporteur, de topambtenaar Corine Detmeijer gaat zich nu ook hard maken voor Lisa. En voor die zaak heb ik een hoop ellende over mij heen gekregen. Ja, ik mag het noemen, want het staat gewoon in dit rapport. En dit gaat over Robert van der Luitgaarde. En daar staat naar eigen zeggen. Maar Robert is erkend. Dus Robert is niet blij met hoe hij hier zeg maar wordt neergezet door de commissie Hendricks. Ik vind dat de commissie Hendricks uitleg moet geven. Want helemaal omdat Hendricks lid was van de commissie Samson. En Robert is erkend door de commissie Samson. En het is niet naar eigen zeggen. Hij is misbruikt door André Beemster, de directeur van de Haagse Katholieke Kinderbescherming. En die stond in contact, dat was bevriend, met kinderrechter Theo Rup. De serie kinderverkrachter van jongens. En die was tegelijkertijd de vicepresident van de Haagse rechtbank. En het is nooit uitgezocht. En heb ook zijn zoon Marnix Rup verkracht. Het is een groot schandaal. De zogenaamde elite. Als je vicepresident bent van de Haagse rechtbank, dan ben je wel hoog. Dat was ten tijde trouwens dat het in de doofpot ging tijdens de kabinetten van 8. CDA. Het is zeer zware kost, maar ik raad iedereen aan om de site misbruikt.nl te zoeken. Op te zoeken, de link zet ik hieronder bij het YouTube filmpje. Dit zijn slachtoffers van seksueel misbruik. Ze zijn zeer ernstig misbruikt. Met sommigen heb ik persoonlijk gesproken en om de tafel gezeten. En eer zij mensen, zomaar onbekende mensen, vertrouwen. Ja, ze vertrouwen mij, enkele personen die ik heb gezien. En het is zo zwaar om te horen. En ik heb documenten gezien en bewijsstukken. Ja, dat is te walgelijk voor woorden. En dat mag gewoon niet naar buiten komen. Maar nu wil het geval dat Corine Detmeijer Vermeulen, ja, dat is een zwaar gewicht. Die is de voorzitter van de Raad van Toezicht. En Miranda Freeriks, een misbruiksslachtoffer. Dus een misbruiksslachtoffer? Ik praat wat snel. Zij is directeur-bestuurder. Maar Detmeijer, dat is een topambtenaar. En ja, dat is natuurlijk heel apart dat zij nu dit stuk heeft geschreven. Waarmee zij het rapport Hendricks onderuit haalt. Keihard onderuit haalt. Dat kan gewoon in weggegooid worden. En waar ben ik naar op zoek? Wat heeft woord vooraf? Dit heb Detmeijer geschreven. Als de commissie Deetman zo was omgegaan met de verklaring van slachtoffers van misbruik in de katholieke kerk, dan zouden we nu nog steeds denken dat er niets aan de hand was. Dat vindt zij van Hendricks. En zij zegt, de commissie Hendricks, verder de commissie, concludeert dat deze vorm van georganiseerd sadistisch seksueel misbruik van kinderen bestaat. Maar waar is de schok, de verontwaardiging, het gevoel van urgentie? Ik heb het niet gezien en ik begrijp dat niet. En dan schrijft ze iets over haar tijd als nationaal rapporteur. En ja, zij zegt, ik lees het gewoon voor. Ik heb in mijn leven veel geweld gezien, over geoordeeld en over gerapporteerd. Wat ik van deze slachtoffers heb gehoord is 1000 keer erger. En het zijn kinderen die dat meemaken. Kinderen die de maatschappij moet beschermen. Corine Detmeijer. Detmeijer schrijft het ook, een vreemde titel voor van het rapport van Hendricks. Een aantal slachtoffers heeft een foto voor het voorblad aangeleverd. Ook hebben slachtoffers ingestemd met het opnemen van delen van de tekst,
zoals ze die aan de commissie hebben verteld. Dat vereist moed en ik ben hen daarvoor dankbaar. Dit is een verzoek aan de Tweede Kamer en Jesselkus. Met klem nader onderzoek te gelasten naar het bestaan van georganiseerd, sadistisch, ritueel seksueel misbruik van kinderen. En daarbij de aanbevelingen van de stichting mee te nemen. De stichting verzoekt de Tweede Kamer en de MVJ, Jesselkus, ook de aanbevelingen van de belangenorganisaties voor de aanpak van de geconstateerde gruwelijke misstanden te operationaliseren door het instellen van een taskforce en een monitoring te beleggen bij de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Dus niet meer bij de landelijke expertisegroep Bijzondere Zedenzaken, want die hadden meer aandacht voor de belangen van de mogelijke daders dan dat ze opkwamen voor de misbruikte kinderen. Dat heeft het LBZ wel aangetoond van 1999 tot 2022. Werk aan de winkel. En ik hoop, ik wilde dit filmpje maken en ik hoop dat er in de toekomst binnenkort de belangenverenigingen, ja, die gun ik gewoon ruimte. Ik hoop dat de pers aandacht durft te besteden aan mevrouw Detmeijer en alle belangenorganisaties. En dat de slachtoffers serieus worden genomen.